een snel veranderende wereld, waar alles verbonden is met alles, gebeurt niets nog zomaar. En voor wie goed kijkt, blijken alle sporen te leiden naar één man. Gustaaf Kosters uit Everen. Toevallig of niet? In het Oost-Afrikaanse land Oeganda zijn bij rellen in de hoofdstad Kampala zeker 14 doden gevallen. Het geweld begon met betogingen door aanhangers van een traditionele koning. Kampala, zaterdag 12 september. 14 ongelukkigen laten het leven tijdens rellen met volgelingen van koning Muwenda Mutebi II. Deze charismatische negerkoning resideert al sinds jaar en dag in een paleis op een nabijgelegen, mysterieuze heuvel, Mengo. Toevallig of niet ook de koosnaam van de Braziliaanse voetbalclub Flamengo, die de supporters alleen met de grootste eerbied skanderen. In een even kolossaal als mythisch stadion, Maracanã. 24 juni 1950, 15:30 lokale tijd. Voor een kokende menigte scoort de legendarische balgoochelaar Ademir het allereerste doelpunt in de geschiedenis van Maracanã. Zijn bijnaam? Quijada, oftewel de Kaak. Een bijnaam die zonder schroom wordt geplagieerd door de schurk Jaws, Engels voor kaken. In de kaskraker, The Spy Who Loved Me. De bloedstollende openingsscène van deze James Bond-film, zo blijkt, is opgenomen op een onherbergzame berg, Mount Asgard. 13 juli 1953. In onmenselijke omstandigheden bedwingen klimmers voor het eerst de top van Mount Asgard. Eén klimmer heet Hans Weber, zijn compaan Hans Reutlisberger. Meer dan 40 jaar later duiken beide namen opnieuw op. Weber, dat is penalty. Oh, dat is een strafschop, meneer Reutlisberger. Oh, la 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 la. Op het WK 94 worden de Rode Duivels tegen grootmacht Duitsland om tot op heden onopgehelderde redenen bestolen. Het onschuldige slachtoffer heet Weber. De dubieuze scheidsrechter heet Reutlisberger. Een ploegmaat van Weber maakt het drama van nabij mee. Mark Emmers, profvoetballer van het jaar 1989 en tegenwoordig werkzaam in de Gamma in Koersel. En daar vinden we, zaterdag 12 september, omstreeks 3:15, Gustaaf Kosters uit Everen. Toevallig of niet?